Het is april 1968 als Lukie en Gary Schwartz hun woning in Utrecht moeten verlaten. Lukie had een vriendin die in Maarssen woonde. En ze vertelde dat hier de oude synagoge te koop was als woonhuis. Nou, dat vond ik als in mijn orthodoxe joden afkomst vond ik het heel boeiend. Dus we zijn er naar gaan kijken. En nou, het was niet echt een aantrekkelijke woning. Het had geen tuin, het was donker. En dat vertelden we aan de makelaar. En hij zei, nou, ik heb een ander huis dat wel groter is en een tuin heeft. Kom maar kijken. En we zeiden, daar vinden we ook niks aan, maar we vinden het huis echt leuk waar we nu voor staan. En zei, nou ja, interessant, want toevallig is dit huis net gisteren op de markt gekomen. We hoefden niet lang te denken, we hebben het in een paar dagen gekocht. We waren de voordeur nog niet door. We kwamen de gang in, of we zeiden al, dit moet het worden, hier gaan we wonen, dit voelt goed. Het is een heerlijke ruimte. Het zag er niet uit hoor, het was vreselijk. Het lag vol kokosmatten, alles was bruin, het stonk. Maar het had iets. En dat huis, de Boomgaard, wordt voor het eerst vermeld op een prent uit omstreeks 1650, waar het staat afgebeeld als een herenboerderij, een zogenoemde hofstede. Echt een hele grote boerenhofstede, heel breed, met een verhoogd middenrisaliet, met een soort van trapgevel, twee zijvleugels en open landerijen aan weerszijden ervan. Het is een prent uit ongeveer 1650 en dat kan ook wel kloppen, want ons buurhuis, dat er nog niet op staat en dat er alleen, waar alleen een open stuk land is, is in 1680 gebouwd. Dus ongeveer 1680, Raadhoven. In 1685 wordt het huis gekocht door Jozef Attias, een Portugese Jood. Dat was het begin van een periode wanneer het huis ongeveer 100 jaar in bezit was van een opeenvolging van Portugese Joden. De reden waarom ze hier kwamen wonen was dat ze niet welkom waren in Utrecht. Er was een hele strenge Calvinistisch bestuur, heel streng Calvinistisch bestuur. En de Joden die zaken deden in Utrecht, die moesten buiten de stad wonen. En Maarseveen was een hele geschikte plek daarvoor. En ze kochten zoveel huizen hierop dat de historicus van het Nederlands Jodendom noemde Maarssen en Maarseveen de enige plek in de Republiek met een meerderheid aan Joodse bewoners. In 1722 wordt de Boomgaard eigendom van Jozef Cappadoce, die op de fundamenten van de hofstede de huidige buitenplaats optrekt. Zoals we dat wel vaker zien in de vechtstreek, snelle jongens met veel geld willen een vorstelijke buitenplaats die er zo mogelijk nog groter moet uitzien dan die in werkelijkheid is. En wat doet Cappadoce? Hij bouwt een enorm blok, een Hollands klassicistisch blok huis met een rechte dakgevel, met mooie versiering, een prachtig versierde middenpartij. Maar hij bouwt eigenlijk drie huizen. Hij bouwt een huis in het midden waar hij zelf in wil gaan wonen en twee huizen aan de zijkant die niet bedoeld zijn voor bedienden of voor wat dan ook, maar voor de verkoop. Om de kosten te drukken van de bouw van dit huis. Vanaf 1771 wordt het huis bewoond door de notarissenfamilie van den Helm. Het wordt aangekocht door Maarten van den Helm, leider van de patriottenbeweging in Maarssen. Nadat hij in 1785 uit zijn ambt gezet wordt door stadhouder Willem V, draagt hij het huis gedwongen over aan zoon Jasper. Jasper van den Helm begint hier met frisse moed verbeteringen aan te brengen in het huis en versieringen. Hij gaat in de voorkamers de plafonds verfraaien. Er zitten prachtige balkenplafonds onder, maar hij brengt in het kantoor geschilderde plafonds aan op doek. En dat stelt de vierjarige tijden voor. Je ziet Poetie die activiteiten ondernemen die te maken hebben met de jaargetijden. Het plukken van bloemen, het oogsten van druiven, het verkleumd in de hemel zitten in de winter. Dus dat zijn conventionele uitdrukkingen van de jaargetijden. Vanaf de aankoop in 1968 renoveren Lukie en Gary het huis met gevoel voor traditie.
Met één wel heel bijzondere aanpassing. Een oud schuurtje in de tuin wordt omgebouwd tot een complete, kleine woning en wordt inmiddels gebruikt als bed and breakfast. We hebben het opgegeven aan een Amerikaanse B&B-site, Airbnb. En vanaf het eerste moment begonnen mensen naar ons te komen. En ja, er zit een soort ingebouwde filter in de keuze van B&B-mensen voor de plekken waar ze naartoe gaan. We kregen alleen maar aardige mensen. Geweldig. Het is een heel compleet huisje. Het was dus echt voor eigen gebruik neergezet. En het is nu voor andere mensen in gebruik, maar het werkt heel goed.